Met Sjana de lucht in was de leus op zaterdag 5 maart op de markt de Sint-Niklaas. Petra en Claudia waren bijzonder trots met het feit dat ze de meter mochten zijn van deze nieuwe luchtballon. Hun comeback kan ook niet meer stuk. Na 14 jaar staan ze weer hoog in de hitlijsten met Ladies Night. Belgium Online Studios had een toffe babbel met de meisjes van Sjana. Vertel even Claudia, hoe komt het nu dat we terug samen met deze twee gezichten hebben? Ja, eigenlijk is het heel simpel. We hebben altijd contact gehad met elkaar. En ik had in één keer een ingeving van we gaan terug beginnen. Ik heb naar Petra gebeld. Ze moest er even over nadenken, maar uiteindelijk heeft ze dan teruggebeld en gezegd van ja, ik zie dat zitten. En dan zijn we beginnen zoeken naar liedjes. De Jos had dan ook gebeld, want die had een nieuw item. In de Vlaamse 10, ja, voilà, eentje om terug te zien. Wij waren de eerste om terug te zien in het programma. En de bal is aan het rollen gegaan. We zijn nu bezig met RS, uiteraard onze platenfirma, voor een nieuwe single en voor een nieuw album. Je ziet het weer helemaal zitten, Peter? Ja, ik zie het absoluut zitten. Het is allemaal positief. We werken met een heel tof team ook. Gunther van Kappenhout die het management doet. Platenfirma RS. Terug met Claudia. En de combinatie is... Nee, maar bedoel, het is een mooie combinatie. En we zijn volwassener geworden, dus het kan alleen maar goed lopen. Hè? Ja. Claudia, voor jou terug Nederlandstalig, na dat Engelstalig werk allemaal? Ah, ja, dat is waar. Ja, eigenlijk wel. Maar ik was er eigenlijk al wat mee bezig ook. Ze. Hier en daar zo dingen in het Nederlands doen. We hebben ook zo'n concept, ik en Gunther. En dat is de 11e juli bijvoorbeeld. Allemaal Nederlandstalige, Vlaamstalige. Liedjes gaan brengen. Hebben we ook gedaan in onze hometown in Stekenen. En dat was een groot succes. Dus ik was eigenlijk al terug wat met dat Nederlands bezig. Plus ook dat we hebben ook voor Radio 2 bijvoorbeeld het lied ook nog ingezongen in de tijd. En dat draaien ze ook nog nu en dan op de radio. Radio 2. De eerste single van Sjana nu. En meteen goed voor de top 10. Had je dat verwacht? Ja, nee. Voilà. Heel normaal, ja, nee. Dus zo van, we hopen dat het een tof nummer, we hopen dat iedereen het tof ging vinden. We hopen dat we heel ver gingen krijgen, dat we televisie gingen meekrijgen. Dat we ook Jos de steun gingen hebben. En alles zo positief, kunnen niet beter wensen. Hè? En nu de optredens, Claudia? Ja, die beginnen binnen te lopen. Hè. We zijn eigenlijk nog niet zo heel lang bezig nu uiteindelijk. We hebben ook veel tv's gehad, want er is ook maar één muziekprogramma en dat is de Anne's Vlaamse 10. Dus als mensen niet kijken naar Anne's Vlaamse 10 of ze lezen de boekjes niet om te zien dat we terug bezig zijn, dan hebben ze het nog niet eens gehoord. Ja. Dan weten ze het niet. En uit wat bestaat het repertoire? Ook de oude liedjes van Sjana toen, uit de goede oude tijd? Ja, de oude nummers, hè, de hits allemaal en dan nu het nieuwe single en dan nieuwe nummers die eraan komen, dus covers en originele nummers. Dus ja.